heb je mij gemist. Gemist? Hallo, ik ben Ulrike. En ik ben Florian. En net zoals vorig jaar gaan wij weer op zoek naar de mol. De echte zoektocht begint natuurlijk maar volgende week, na de eerste aflevering. Maar nu zondag maakten we al kennis met de 10 kandidaten waar tussen de mol zit. En uit die 10 kandidaten zijn er toch 2 die eruit springen als extra verdacht, waar dat er veel tips over zijn al. Veel volgers verdenken nogal verrassend de priester als mol, Pieter. Ja, want er zou een tip zitten in de teasers die overal verschenen voor het seizoen van de mol. Heb je mij gemist? Die inderdaad. En daarin zit het woordje mis in gemist. En daardoor denken mensen aan mis, priester, de priester is een mol. Ook is er dit jaar een boek van de mol. In dat boek doen er ook 10 kandidaten mee en is er ook een zoektocht naar de mol. En vreemd genoeg doet er daar ook een priester in mee. Heel toevallig. En dan is er nog een derde tip naar Pieter. En dat was toen dat de kandidaten op de site verschenen van 4. Toen stond er 2 keer Pieter, omdat Pieter zijn naam ook onder de foto van Steve stond. Het werd redelijk snel rechtgezet, maar... Het stond er toch maar. Een andere naam die veel genoemd wordt als mogelijke mol is de West-Vlaamse Joke. Ja, Joke die woont in Tielt en daar was een stadsplan vervangen door een stadsplan van mol. Als je op het profiel van Joke kijkt op de website van 4, dan zie je bij haar slechte eigenschap dat ze de neiging heeft om altijd 6 minuten te laat te komen. 6 minuten lijkt een heel vreemd cijfer, maar het is wel juist het 6e seizoen van de mol in België. En dan is er nog een derde tip die naar Joke kan verwijzen. En dat is dat de Heb je me gemist slogan verscheen op de t-shirt van Jonas Gernaert. Die verscheen ook toen Jeremy van Temptation Island in beeld was en toen Jeroen in beeld was. 3 keer de letter J dus. Net als haar voornaam. Maar wij geloven niet dat ze het ons zo gemakkelijk zouden maken. Wij hebben dus een andere hoofdverdachte. Bagador. De eerste reden waarom wij hem verdenken is de manier waarop Gilles de Koster in Café de Mol de kandidaten kwam voorstellen. Eerst kwam hij af met 4 kandidaten, dan 3 en 3. Bij die eerste 4 is er dus duidelijk iemand te veel, namelijk de mol. En als je dan kijkt naar de profielen van de kandidaten, zien we dat 3 ervan een dier als sterrenbeeld hebben, behalve Bagador, want hij is al een dier, namelijk de mol. En dan ook in de eerste teaser voor de mol zat er een oog. In dat oog zat een reflectie en die leek wel heel hard op Bagador. Maar voorlopig blijft het natuurlijk bij speculaties, want we hebben nog geen enkele aflevering gezien. Maar zondag zal dat ongetwijfeld anders zijn. En de analyse van die aflevering kan je maandagavond hier zien. Tot dan! Daag!